Ik weet dat in de praktijk op een zeepkist gaan staan roepen dat dingen anders moeten vaak niet werkt. Dus ik vind het interessant om te zoeken naar andere routes die eventueel impact kunnen hebben, waarin ik mijn eigen kunstenaarschap kan benutten. Ik vind het superleuk als ik studenten zie die gewoon met ideeën komen waarvan ik oorspronkelijk denk, dat is niet haalbaar. En dat ze het dan toch kunnen doen. Om een specifiek voorbeeld te noemen. In blok 2 hebben twee studenten van ons, Eline en Robbie, hebben een one take gemaakt. Dus een videoclip van 3 minuten waarbij ze constant om het onderwerp heen draaien. En toen ze dat pitchten, dacht ik, dat gaat niet lukken. En dan zie je toch uiteindelijk dat ze het wel gedaan krijgen. En dat is technisch super lastig. En als je dat dan ziet op een groot bioscoopscherm, ja, dan word ik daar wel heel blij van. Ik was heel verrast. En het komt ook een beetje omdat Sint-Lucas is een mbo. En ik heb het gevoel dat mbo in een kwaad daglicht staat. In de wereld. Dus ik heb mensen in mijn omgeving en dan vertelde ik van tevoren, ik ga dit project doen met mbo-leerlingen. En ik moet zeggen dat 9 van de 10 keer de reactie kwam, taai mbo-leerlingen. Dat zou ik niet willen doen. En ik moet zeggen dat er ook wel wat andere mensen om het project heen waren die heel erg veel twijfels trokken bij de capaciteiten van de leerlingen om de complexiteit van het project te vatten. Niets daarvan. Want het was voor het vak creativity heel erg open nadenken, wat wil je nou, ja, ik bedoel, je out of the box denken eigenlijk, zo ver mogelijk. Je eigen spin aan iets geven, het moet wel uniek zijn, het moet identiek zijn. Ik merkte dat heel veel studenten er moeite mee hadden, maar ik vond dat juist wel leuk om een uitdaging te hebben, want heel veel studenten bleven hangen in de beperkingen die we kregen, maar ik vind het wel juist wel leuk als je een paar beperkingen hebt en dan daaromheen moet zien te werken. Dus de laatste 8 weken dat de studenten eraan hebben gewerkt, vond ik het ontzettend leuk om te zien dat ze meer vrijheid kregen. Dus dat zij het conceptje bedachten en dat jullie daarbij muziek gingen maken. En dan merk je toch dat ze zich ook een stuk vrijer voelen. En dat er daardoor die creativiteit en die, dat enthousiasme weer helemaal opnieuw opwakkerde. Dat vond ik super leuk om te zien. Ja, het moet een boodschap hebben voor mijn gevoel. Het moet wel iets toevoegen aan het nummer, zeg maar. Maar het moet ook niet te veel afleiden. Het moet wel gewoon op de achtergrond zijn. Het moet niet gaan om de clip. Tenzij je echt, zoals Jess vaak doet, echt een hele speciale clip hebt. Maar over het algemeen moet het gewoon niet te veel afleiden. Als het misschien meer, in plaats van voedsel, meer bijvoorbeeld meer op zuinigheid. Of een wat breder iets. Of als je zegt voedsel, dan zou ik er niet per se een directe mening aan hangen. Dus laat mensen zelf uitvogelen wat ze ermee willen doen, in plaats van een mening in hun mond te leggen, laat ik maar zeggen. Diepere lagen in hun werk. Dus apathie was veel botter, om het even zo flauw te zeggen, in uiting. Dus veel letterlijker. Dus apathie werd vrij donker en zwaargeestig, veel liefdesverdriet of letterlijk voedsel. En als je kijkt naar de clips over naïviteit, zag je al dat ze af en toe een tweede laag wisten aan te boren met een clown die wellicht een bepaald beeld van zijn volwassenheid had, die niet uitgekomen was, waar ook weer troost achter zit, omdat een kind die rol overnam, waar ook weer een soort levensloop der dingen in zat. Dus er zat veel meer diepgang in. En je ziet nu bij de laatste thema, ledigheid, luiheid, leegte, waar ze helemaal vrij waren, dat ze in nog abstractere lagen gaan zijn, waar ze een simpele beweging durven te laten bestaan voor 3 minuten om 1 simpele emotie uit te drukken. Dat vond ik ook wel het mooie aan dit project. Dat ze op onderwerpen uitkwamen waar ze van tevoren nog niet over nagedacht hadden. En dan vind ik dat heel leuk om daar dieper op in te gaan. Ik ben er niet echt in thuis, dus daardoor kan je wel een beetje out of the box denken, vind ik dan. Wat we ook zeker hebben gedaan, we hebben zeker meer naar concept en hoe we iets creatiefs kunnen laten zien, hebben we aangedacht, dan dat je echt een muziekvideo waar rappers in auto's showen, geld en meiden. Dus daarom vond ik het met jullie muziekkeuzes wel gewoon gaaf om iets creatiefs mee te doen. Zeker met de thema's die we hadden gekregen. Ja, vond ik het wel interessant. En met filmen bijvoorbeeld, als je gewoon hetgene gefilmd hebt en het eindresultaat hebt die je wou hebben, dat is gewoon succes, vind ik. En als dat dan ook nog succes van buitenaf van komt, dan is dat al helemaal top. Wat mij opviel is dat ik dat ik ook heel herkenbaar vond hoe zeg maar de jeugd van 17, 18, 19 was het ongeveer, die tegen voedsel en tegen het voedselsysteem aankeek. Want vroeger
behalve dan misschien met die appel of die peer. Maar verder was ik daar ook niet zoveel mee bezig. Ik was gewoon bezig met hele andere dingen die, waar je mee bezig moet zijn als je jong bent, volgens mij. En dat was heel herkenbaar. Dus dat is niet zoveel veranderd in een nieuwe generatie. Anderzijds zie ik wel dat je, als je dan met zo'n thema aan de slag bent met jongeren, dat ze het wel snel oppikken en na een paar maanden dat ze toch andere vragen stellen en andere antwoorden geven. Constant moet je dat op het hart drukken, dat waar ze mee bezig zijn, dat het echt een doel heeft. En bijvoorbeeld ook met de beperkingen die wij in de eerste, voornamelijk de eerste twee blokken hadden, dat vonden ze heel erg lastig. En je merkt toch in het derde blok, wanneer die beperkingen worden weggenomen, dan denken ze, nu kunnen we los. Terwijl ik denk dat die beperkingen super waardevol kunnen zijn. Maar dan moet het wel misschien iets meer beargumenteerd worden waarom die beperkingen er zijn. Ik vind het, het verfrissend en prettig dat er kunstenaars zijn die hierover meedenken. Want dan krijg je betere en andere inzichten. En ook, want ik redeneer vaak vanuit de producenten, vanuit boeren. En boeren zijn ook, dat vind ik wel grappig, dat zijn ook, die maken iets. Kunstenaars maken ook iets. En samen kan je elkaar wel op een speelse en op een goede manier beïnvloeden om eens anders naar de wereld te kijken en anders naar ons voedselsysteem of je eigen rol in dat systeem te kijken. Zeker veel van geleerd. Ik vond het zeker interessant. Gewoon de ervaring met klanten zoals jullie, zeg maar. Ervaring met producties, ideeën, concepten, zeker. Ik weet wel zeker dat iedereen van de AP heeft geleerd hoe je pre-productie moet maken, brainstormen, over dingen nadenken, welke cameratechnieken gaan we erin verwerken. Dus we hebben zeker veel geleerd, dat sowieso. Begin snel, stel geen dingen uit, dat was het. Blijf niet te veel in je beperkingen hangen en ga juist de uitdaging aan om met je beperkingen een mooie video te maken. Ja, muziekclips zijn sowieso echt mijn ding. Dat spreekt me gewoon aan. Het is gewoon iets wat ik vet vind om te doen. En hoe ik er gewoon mijn best doen, denk ik.